Beste kijkers, goedendag. U hebt wellicht de berichten gelezen over droogte in het zuiden en zuidoosten van ons land. In het Rijnmondgebied is er geen sprake van droogte. Want tot nu toe is zo'n beetje de normale hoeveelheid aan neerslaggevallen ja, wat gebruikelijk is tot zeg maar eind april. Ja, en daarom is het ook allemaal zo. Ja, prachtige groen op dit moment. Hier zo het fluitenkruid. Maar je kan natuurlijk wel zien ja, dat de natuur nog wel een slokje kan gebruiken. Want hier en daar ja, zitten toch wel wat scheuren in de grond, in de kleigrond. Nou, als we kijken naar vanavond en naar vannacht, ja, dan is het rustig weer. Vannacht is het erbij droog. Ja, dat kan zich uh, hier en daar wat nevel of eventueel wat mist gaan vormen. Temperaturen zakken naar zo'n 9 à 10 graden en er waait maar een zwakke noordenwind. Ja, en dan morgen overdag, de woensdag ziet het duidelijk beter uit dan vandaag, want we krijgen weer af en toe de zon te zien. Nou, in de middag bestaat er wel kans op een lokale bui, maar de meeste plaatsen die houden het gewoon droog. Het wordt ook wat zachter met temperaturen tot 18 graden. Aan zee is het frisser en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Nou, donderdag later op de dag passeert een koufront met een paar buien vanuit het noorden. Het kan dan nog een graad of 17 worden. Ja, en de naam zegt het al, koufront. Daarachter bevindt zich dan ja, beduidend frissere lucht. En daar komen we vrijdag in terecht. Maar die lucht is wel droge. Aanvankelijk nog kans op een bui. Maar vooral in de middaguren meer en meer ruimte voor de zon. Temperaturen gevoelig lager. Een graad of 13. Stevige noordenwind. Maar het weekend dan... Ja, Belooft toch prachtig te worden met veel zonneschijn. Het blijft overal droog. Temperaturen een graad of 14. Maar ik denk wel dat u wat beschut moet zitten om het aangenaam te hebben. Want die wind die zal het voor het gevoel wel extra fris maken. Ten nou, tenslotte nog deze fraaie foto. En die is van Leon Hagen uit Alblasserdam. Nou, maakt u ook foto's van de natuur ja, of van natuurlijk het weer? Dan kunt u ze insturen naar het welbekende e-mailadres. Nog prettige dag.